Goedemorgen. Wij bieden vandaag Vlaamse minister Joke Schouwelingen een lift aan. Waar mogen we u naartoe nemen vanmorgen? Goedemorgen. Ik ga nu naar de Universiteit Gent, waar een aantal buitenlandse experten een doorlichting gedaan hebben van het waterbeleid in Vlaanderen, zowel te veel water als te weinig water. Ja. En die overhandigen mij hun aanbevelingen straks. Oké. Ik stel voor dat we onze milieuzuinige wagen dan starten. Ja. En vertel eens, die job van milieu, dat lijkt mij geen gemakkelijke job in deze coalitie met dit regering. Want je kan eigenlijk nooit goed doen. Ja, heeft niemand goed doen. Maar dat heeft denk ik niks met deze coalitie of deze regering te maken. Ik denk dat milieu altijd een thema is, hé, waar je de discussies hebt. Is het glas nu half vol of half leeg? Ja. En voor sommigen zal het nooit genoeg zijn en voor anderen is het misschien al te veel. En ik zoek die evenwichten en dat maakt inderdaad wel dat je soms van beide kanten wel eens reactie krijgt. Dat klopt, maar ik doe dat heel graag. Ik ben daar al van jongs af aan mee bezig. Ik heb ook, toen ik jong was, was ik heel actief ook in natuurorganisaties. Ja. Ik heb ook milieurecht gedaan als specialisatie. Dus het is wel iets dat ik heel graag doe. Ja. Maar ik weet dat het niet gemakkelijk is, maar ik doe het wel heel graag. Vind je ook niet dat men soms meer op uw persoon speelt dan op die dossiers zelf? Ja, dat klopt natuurlijk. En dat is niet fijn. En dat is ook niet altijd fair. En je kunt je daar ook niet altijd goed tegen verdedigen, ja, natuurlijk. Hè. Dus inhoudelijk, dat zie je ook in het parlement. Houdt alles goed steek, blijft ook alles overeind. Kom ik nooit in nauwe schoentjes. Maar als men dan een persoon begint aan te vallen, dan vind ik dat bijzonder moeilijk om daarop te reageren. Dat is helemaal niet fijn. Ja, was dat dan een soort van misstap? Want wat had u nu weer gezegd? Elke boom heeft nee. Het. Is uiteindelijk bedoeld om gekapt te worden. Nee, maar dat... Probeer je zich daar eigenlijk... Nee. Ik heb zeker geen misstappen. Ik hoop dat je het origineel artikel gelezen hebt. Wat is dat juist? Ja. Ik heb die zin niet gezegd. Mm-hmm. Ik heb... Het ging over wat het heb Essers... je dan gezegd? Ja, het ging over het Essersbos. En ik heb in die context ook gezegd dat bos... Essersbos, dat is dat bos waar Wouter de Prezen over bezig is. Of die, ja, zijn dat is een geen, beslissing... Specialist. Ja, dat is een beslissing van de voltallige regering om een bedrijf in Limburg een kans te geven om uit te breiden. En daarvoor moet een spiebos gekapt worden, dat klopt. Ja. Maar dat is een spiebos die tussen twee autosnelwegen ligt en die destijds is aangeplant voor de mijnbouw. Om mijnhout te hebben, om de mijnen te stutten. Ja. En in dat interview leg ik uit dat dat bos ook een functie had om gekapt te worden. Hey. En maar niet dat elke wordt dan. Natuurlijk niet, ik heb dat ook nooit gezegd, dat staat ook niet in dat interview. Maar die Wouter de Pre heeft daar wel een soort van zaak van gemaakt en die heeft ook op een vreemde manier wel geloofwaardigheid daarin voor mij. Dat is iemand die dat blijkbaar toch oprecht doet. Dat ik denk, ja, het zal dan toch wel kloppen of die zal het toch wel menen als die daar zoveel energie in steekt om een bos te redden. Ja. Het siert iemand dat hij voor een zaak opkomt en probeert dat bos te redden. Dat is waarschijnlijk ook iets waar Wouter echt helemaal achter staat. En ik begrijp dat ook wel, dat dat naar buiten toe ook zo overkomt. Want u hebt een paar keer ontvangen dan, hè? Of, ik heb Wouter gesproken, ja, dat klopt. En nogmaals, ik heb daar enorm veel sympathie voor iemand die daar ook voor opkomt. Maar in deze moeten wij beslissingen nemen op basis van alle elementen die in het dossier zitten. En de voltallige regering heeft op basis van al die elementen die beslissing genomen. En het klopt ook inhoudelijk niet altijd wat Wouter zegt, maar door het feit dat hij zogezegd geen politieker is, opkomt voor de goede zaak, krijgt hij natuurlijk heel veel geloofwaardigheid. Ja. En daar sta je dan met je dossier van 500 bladzijden, waar ook heel veel andere elementen in zitten die meespelen, waar ook gefundeerd kan gezegd worden, het kan hier wel. En ik besef maar al te goed dat het makkelijker is om in slogans te praten en met emotie over een bos te praten, dan op basis van een dossier. En zijn de boeren nu eigenlijk ook een beetje ontgoocheld? Want die dachten misschien van Joke Schouwelingen, iemand eigenlijk van op het platteland. Maar ja, Evenhem is toch niet geen stad, zeg. Die gaat onze belangen ter harte nemen en je moet die mensen eigenlijk ontgoochelen. Maar ik denk, ontgoochelen is misschien veel gezegd, maar als je compromissen zoekt, dan moet er wel eens water in de wijn worden gedaan en is dat niet altijd evident. Dus ik denk dat ik heel veel contacten heb in alle sectoren en men ook wel ziet aan de hand van heel concrete dossiers dat er oplossingen zijn.
Ik ben niet alleen een plattelandsmens. Ik heb 10 jaar in Gent gewerkt. Ik heb mijn studies in Gent gedaan. Dus ik ken even goed de stad. En ik vind die tegenstelling ook tussen stad en platteland, vind ik ook wel fout. En het is wel jammer dat iemand zo afgeregeld wordt van waar hij afkomstig is. Dat wil zeggen dat alleen iemand die uit de stad komt, hoe de minister van Cultuur is, of voor de natuur kan opkomen. Terwijl als je van het platteland komt, dat je alleen voor de landbouw opkomt. Wat voor een stereotype... Allee, wat voor een stereotype beeldvormingen zijn dat nu? Mocht je dat zeggen over bepaalde geslachten of over bepaalde voorkeuren, dan zou je direct, voilà, dan zijn een racist. Maar in bepaalde kringen is het blijkbaar bon ton om tegen mij te zeggen, je komt uit Evergem, dus je zit in de plattelandstrien en dat stoort mij ongelooflijk. Het verbaast me wel van uw boosheid over dat stereotype. Ja. Dat is wel zo. Dat zit nogal diep, ja. Ik vind dat is nu echt op niks gebaseerd. Ik vind dat zo laf. Iemand afrekenen op zijn afkomst. Als men dat doet, van iemand die uit het buitenland komt, een migrant is, dan is men een racist. Ja. En als men dat doet van in de stad, dan is zo'n bonton toontje, vooral ook in het Gentse zo, van nee, de mensen van het platteland. De boerkes van Evergem, ik vind dat ongelooflijk. Ja. Ik vind dat eigenlijk een aanfluiting van al die mensen die op het platteland wonen. Ik begrijp dat niet. Ik zie ook geen tegenstelling tussen stad en platteland. Beiden hebben ook elkaar nodig, versterken elkaar. Ja. Maar ik ben wel iemand, dat is een oprechte verontwaardiging die ik daar rond heb, maar ik ben niet iemand die daar rancuneus of zo rond is. Zo ben ik niet. Ik ben iemand die nogal stressbestendig is, die goed lijn kan houden. En ik kan dat allemaal wel op zich goed plaatsen van waar dat komt en hoe dat opborrelt. En ik kan me daar redelijk goed over zetten. Tot mijn eigen verbazing soms. Hè. Maak nou eens terug naar de Vlaamse regering. Zeker. Wie is eigenlijk uw favoriete collega daar? Mijn favoriete collega in de Vlaamse regering. Moet dat uit eigen partij komen? Of nee, liefst niet. Want dat is saai. Maar ik kom met iedereen goed overeen. Oh, dat is toch saai. Nee, maar ja, maar ik ging antwoorden. Hè, maar het is niet dat ik met niemand goed overeenkom. Ik heb nogal een klik met Sven Gats. Waarschijnlijk ook iets te maken met het feit dat hij... Ook een cultuur. Van de cultuur. Hij fietst ook graag. Ik heb ook samen met hem op tegen kanker gefietst. Vorig jaar de Van Toop gefietst. Dus ik denk Sven Gats en Philippe Muiters zijn de collega's denk ik waar ik het best mee over. Philippe Muiters? Je zou soms vergeten dat hij nog in de Vlaamse regering is. Is dat zo? We horen dat er bijna niets meer van. Allee, vind jij dat? Alles is zeer relatief, hè. Mm-hmm. Ik heb in de vorige legislatuur heb ik de geluidsnormen voor muziekactiviteiten gelanceerd. Ja, ik heb bakken kritiek gekregen. Ik heb drummers aan mijn deur gehad. Die daar s'morgens kwamen drummen en ik ging de volledige muzieksector kapot maken. Ik wist dat dat een goede beslissing was. Ik heb doorgezet. Die zijn nu 3 jaar van kracht en iedereen vindt het een fantastische regeling. En het werkt en de muzieksector is niet kapot. Dus het feit of dat je al of niet bij het nemen van een beslissing bejubeld wordt, is 1. Zeer relatief. En 2. Belangrijk is dat je beslissingen goed onderbouwd neemt. Dat je niet over 1 nacht ijs gaat. En hoe meer dat je het aandurft om zaken in beweging te zetten en hervormingen door te voeren, hoe meer kritiek dat je krijgt. Dat geldt voor de federale regering op dit moment. Dat geldt ook voor een aantal beslissingen die wij nemen. Moeten we nu de hoge bomen van de film in? Wie niks doet, kan 1 ook geen kritiek krijgen. Inderdaad, hoge bomen. Hey, of als je beslissingen neemt... Ik bomen, maar... Zo ver hadden we nog niet gedacht. Ja, ik was al verder, maar... Je zit zo geobsedeerd erboven, hè. Maar ik zit niet in de politiek en dat is ook mijn reden waarom ik erin gestapt ben om zelf mijn eigen op te hemelen. En ik heb ook niet een gigantisch ego waar ik constant bevestiging moet hebben. En misschien ook mijn geluk, want mocht ik dat hebben, denk ik, zou ik niet overeind kunnen blijven bij al die troep die ik over mijn hoofd krijg. Want het is soms wel wat hoor. Het is soms lachwekkend met momenten. Want ik kan over mij lezen. Moet je er soms zelf in zetten? Het grappigste dat je ooit over jezelf gelezen hebt. Dat ik achterlijk ben, dat ik niet kan lezen of schrijven. Echt van die dingen. Waar haalt men dit nu eigenlijk? Dat krijgen wij ook veel te horen. Oh jongen, het is normaal. Hè? Nee. Oké, ik denk, maar ik ben niet zeker, maar... We zijn er bijna. Daar, hè? Ja. Oké. Okay. Het is toevallig dat we naar het boerenkot gaan, dus dat niet zitten maken. Speciaal uitgekozen. Zo ver had ik nog niet gedacht. Het zijn de bio-ingenieurs. Bio-ingenieurs. Ik vraag me af dat ik hier zomaar mag indrukken. Je moet hierin rekenen. Mijn bodyguard staat hier al klaar.